Om succesvol te ondernemen moet je ook over een gezonde dosis creativiteit en innovatie beschikken. De opleiding Game Designer speelt daarop in. Je kan ook rechtstreeks in game mode gaan. Het is echt een what you see is what you play quasi omgeving. Dat maakt ook die omgeving zo interessant om in te werken. Hoe ga ik nu vanuit de sandbox editor in gaming mode? Blockbuster games maken we hier niet in Vlaanderen. Daarvoor is er veel te weinig risicokapitaal beschikbaar. Maar dat neemt niet weg dat met een gezonde dosis ondernemersmoed, met een gezonde dosis competentie en met een drang tot innoveren, je op een zeer aangename manier dingen kunt produceren die wel degelijk een economisch potentieel hebben op onze lokale markt. Je moet niet alleen de tools leren gebruiken, maar je moet er ook heel creatief mee om weten te gaan. Zoek de opportuniteiten. Probeer dingen te combineren en iets nieuws te maken. En een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld, waarom niet een game maken waar dat je als Android-gebruiker, een tablet-gebruiker, in een ziekenhuis binnenkomt en in plaats van die saaie formulieren met je tablet door het ziekenhuis kunt wandelen. Why is it that every time I'm walking down the street, somebody wants to stop me? Je hebt geen massale investeringen nodig, geen grote risicofondsen nodig om producten te bouwen die eigenlijk een enorme, enorme toegevoegde waarde zouden zijn voor onze lokale markt. Dus think outside of the box and don't be that fool that just works with that tool. Open Gangnam Style. Dus met een diploma of getuigschrift op zak en topadvies van enkele ondernemers wacht de starters een mooie toekomst. Op, Gangnam Style. Flawless victory.